Ik was vanmiddag bij een narre item voor het DNA-gebouw. Een paar mannen waren daar, die vice-president Brunswijk en zijn partij te ondersteunen, omdat ze niet eens zijn met uitspraken die parlementariër Edward Belfort gisteren zou hebben gedaan. Ik denk gisteren of eergisteren, hoor. Ik zag het gisteren. En ze zijn dus gekomen om hun ondersteuning te geven aan de vicepresident. Iemand tipte me dat er een paar mensen daar zijn. En dus dat ik eraf, als het iets voor de krant is, voor de ware tijd is, dat ik er dus een item van zou kunnen maken. Ik vond het iets dat we zouden kunnen publiceren. Dus ik ben er naartoe gegaan en de mannen hebben hun ding zeggen gedaan. Ze hebben hun afkeuring uitgesproken over het feit dat Belfort zo uitkomt in de media tegen de vicepresident, terwijl hij zelf van de partij is. En al dat soort dingen. Dus toen dat moment voorbij was, stond ik nog te praten met Dada en Dodo. Ik vroeg hem nog wat zijn, Dada volgens mij vroeg ik wat zijn echte naam is, omdat we meestal in de krant niet werken met bijnamen. En hij zei me nog, ik heet Fabian Menig. Maar toen, terwijl ik met hem sprak, zag ik dat de vicepresident uit het parlement kwam. Hij zou vertrekken. En je weet, zoals gebruikelijk toch, dan stromen er een heleboel mensen naar hem toe. En ik wilde dat moment vastleggen. Was je nog op het terrein of was je al buiten? Nee, het is niet op het terrein gebeurd. Het is voor. Dus voor de poort. Ja, je weet waar hij zijn auto parkeert en dan mogen de mensen niet naar binnen, toch? Dus ze stonden daar. Dus ik heb dat gezien. Ik zag de mensen naar zijn auto toe lopen. Dus ik dacht, hé, dit is een mooi moment om vast te leggen voor online of voor de krant. Ik liep er naartoe en ik maakte volgens mij 1 of 2 foto's, hoor. Toen zag de VP, hij zat al in zijn auto, maar ik probeerde dus die mannen die bij zijn auto stond vast te leggen hoe ze bij zijn auto hangen. Hij zat in zijn auto en hij zag dat. Maar en hij vond het niet zo leuk dat ik die foto heb gemaakt. Toen gilde hij vanuit zijn auto. Hé, nou doe er en om ik foto voor in zeven awa give me. En ik ben me van geen kwaad bewust. Dus ik zeg van, maar Sammy doe verkeerd. Niet door de zee, hoe deed je me qua foto gewoon. En het werd een beetje grimmiger. Toen stond hij op en hij zei, nou dat mag ik nog puntjes, die is nooit moro. En hij stapte uit zijn auto, hij liep naar me toe. Ik ben 1, 2 stappen naar achteren gelopen en toen bleef ik staan. Toen zei ik, maar Sammy doe verkeerd, je mag me foto toch? Dus ik stond met hem te praten. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik niets verkeerd heb gedaan. En een van zijn beveiligingsmannen greep me aan mijn kraag zo. En vanaf dat moment weet ik niet meer precies. Dus ik kan de juiste volgorde niet meer vertellen. Maar ik weet in elk geval dat iemand me van achteren greep. In een soort wurggreep zo. En ze hebben me op de grond gegooid. Geslagen met een heleboel termen. En het ging allemaal om mijn telefoon. Ze vonden dat die beelden niet gepubliceerd mochten worden. Het ging allemaal om mijn telefoon. Maar ik hield mijn telefoon vast. Ze probeerden mijn telefoon uit mijn hand te trekken. En het werd een beetje gehaald en getrekt terwijl ik op de grond lag, hoor. En in die tussentijd moet je denken dat ik word geslagen door, ik weet niet hoeveel er waren. En op een gegeven moment trapte een van ze op mijn hand zo. Dus ik kon het niet meer volhouden. En ik heb mijn telefoon, ze hebben het uit mijn hand gegrepen. In hun auto, hun voertuig gestapt en weggereisd. Dus ze hebben je telefoon meegenomen? Ja, tot op dit moment heb ik mijn telefoon niet terug. Wat is er daarna gebeurd? Heb je schrammen opgelopen? Ja, ik weet niet of het nog duidelijk is, hoor. Maar als je hier kijkt, dan zie je dat er een paar schrammetjes zijn. Hoe ik op de grond lag. En hier, als je kijkt, zie je nog. Ik hoop dat het er nog is. Kan je zien dat ik op de grond lag. En een van die mannen heeft me dus op mijn hoofd getrapt. Zo.
Ben je al gaan naar de politie geweest? Ja, ik ben aangifte gaan doen. Ja, ik heb begrepen dus dat ik geen bewijs kreeg van het feit dat ik aangifte heb gedaan. We zullen gecontact worden. Ik was met de adjunct hoofdredacteur van de Ware Tijd samen daar. Dus we hebben zijn nummer afgestaan. En ze hebben beloofd, verzekerd, dat ze contact met ons maken. De politie van bureau Keizerstraat. Je weet, wanneer je lichaam een beetje teeskin faya, dan voel je die pijnen nog niet. Maar ik heb op dit moment pijn hier. En hier heb ik een beetje pijn, ja. Wat nu? Nou, het belangrijkste is dat ik mijn telefoon, alvast mijn telefoon wil, terug wil. En ik hoop dat ze die telefoon niet kapot maken. Want ik heb een code. Terwijl ze wegliepen, ik zei nog van, give me telefoon, maar ze liepen weg. Toen zag ik dat die man probeerde om in mijn telefoon te gaan. Maar mijn telefoon heeft een code. Dus ik hoop alleen maar dat ze, wanneer ze niet erin kunnen, dat ze geen andere dingen doen. Het is nu afwachten. Ik heb het belangrijkste wat ik heb gedaan. Ik heb aangifte gedaan van de situatie, van wat er is gebeurd. Dus ik hoop, echt, ik hoop van ganser harte dat er iets mee wordt gedaan. Verder, ja, wat kan ik doen? Maar het botert al een hele tijd niet tussen de VP en Jason Pinas, hè? Dus, eerlijk gezegd, ik had gedacht dat al voorbij was. Want er is zo lang geleden dat hij niet blij was met een vraag die ik had gesteld. Dus ik had niet het idee dat hij nog boos. En ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, hoor. Ik weet niet of dat de aanleiding is geweest dat hij nog boos was daarover. Ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik weet dat ik foto's heb gemaakt en hij was er niet blij mee. Maar ik weet niet wat de aanleiding daarvoor is geweest. Ik bedoel, als we niet meer met elkaar kunnen praten, dan houdt het op, toch? Ik bedoel, je bent vicepresident. Als je niet eens bent met iets wat er gebeurt, dan zouden we met elkaar moeten praten, toch? Maar als die ruimte er niet meer is, dan houdt het op. Oh, dan man, dan loop je. Ik weet het, toch? Hé, dan zoek meer.